In Afrika had ik behoefte om meer in te gaan op het brengen van educatie en op gang brengen van communicatie en bewustwordingsprocessen over belangrijke onderwerpen. In Congo, in 2006 ben ik geweest en daar ging het dan voornamelijk om de vrede te bevorderen en te stimuleren en daar communicatie over op gang te brengen over hoe kunnen we dat doen na zoveel jaren oorlog. En waarom met poppen? Is omdat poppen makkelijker moeilijke bespreekbare problemen aan kunnen pakken als mensen zelf. Een pop is een pop en geeft enige afstand en lucht tot moeilijke onderwerpen. In Congo en Kinshasa hebben we vooral gewerkt aan de thema's twee machten die tegenover elkaar staan, omdat het net voor de tweede ronde van de verkiezingen was, waarin twee belangrijke leiders eigenlijk allebei de macht willen blijven houden. En ook erg belangrijk is de rechten van vrouwen. Daarnaast hebben we ook heel erg gewerkt aan wat kun je met poppen doen op therapeutisch niveau om het verwerken van oorlogstrauma's, zoals bijvoorbeeld met kindsoldaten, verkrachtermeisjes en weeskinderen. Très fatigué. Ik was ook in Bukavu, dat is Noordoost-Congo, waar in 2004 nog duizenden mensen vermoord zijn. Daar ook werd een voorstelling gemaakt met poppen. Het interessante in die voorstelling was dat we met mensen werkten, makers, ook professionele makers uit Kinshasa,
En ik ging samenwerken met mensen uit Bukavu. Dat ligt 2000 kilometer uit elkaar. Het is niet alleen een lange afstand, maar het is ook een wereld van verschil in beleving over politiek. Ze staan eigenlijk tegenover elkaar. In het maken van de voorstelling leerden deze twee provincies, mensen, makers uit provincies, elkaar beter kennen. En hebben ook vooroordelen over elkaar weg. Wat ook een belangrijk thema was in het maken van de voorstelling. Alors en 1902, dans ce que fut la ville de Troyes, un homme qui mangeait comme quatre, il voulait être un saint, restait toujours assis, habillé de chaussettes, qu'il tâcha de terre cuite, et pour paraître neuf, il alla au paradis. Moi la vie t'est en tout cas, t'es qu'à Maïcha. Voilà, tu vas voir la micro, n'y a pas de micro. Emma, ne nous aime plus. Je me demande si nous ne pouvons pas nous faire charité. Là, tu commences à me porter sur mes nerfs. Pirate. Écoute, j'ai pas le temps pour palabrer. Ton diable de chien a été corrigé pour avoir volé cette. Alors là, moi je commence à te corriger. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des visiteurs qui viennent du village là. Gebruikte een verhaal over een oude legende over een hond en een kat. Het is een oude legende uit Centraal-Afrika. Wat eigenlijk vertelt over heel lang geleden waren een hond en een kat goede vrienden. Maar dat zijn vijanden geworden. Hoe is dit gekomen? En dit wordt gebruikt als leidraad om ook het verhaal van haat tussen groepen mensen te vertalen. En daar communicatie over op gang te brengen, over hoe kunnen we dat in harmonie krijgen. Mama,